Maar goed, dan blijkt toch maar weer eendracht maakt macht. Ja, moeten we de jaartallen nog noemen, zodat je het een beetje kunt plaatsen, of niet? Ja. Nou, graag, Maarten, graag. Hij leefde van 1162 tot 1227. Kijk. Dat wilde ik ook zeggen. Ja, slag bij Nieuwpoort, 1600. Ik moet zeggen, dat overtuigt onmiddellijk, Filip. Ja, ik wil maar even laten zien dat ik ook niet van de straat ben. Laten we dan ook de Franse revolutie doen. 1789. Precies. Ja. 10 punten. Ja. En wanneer is Lodewijk de 16e geguillotineerd? Dat is 93. Op 21 januari. Belangrijk. Ja, het was koud buiten. Ik had de dag er niet bij geweten, moet ik zeggen.